Ik ga eens kijken in de stapel. Nou, hoppla. Goed. Jeetje, dat is er wel gelijk in. Zeg, wat is jouw idee van geluk? Nou, sowieso denk ik dat geluk niet een constante staat is. Het is meer iets wat je bij momenten voelt. En hopelijk zijn het gewoon heel erg veel momenten. En misschien is geluk wel op het moment dat je even helemaal in contact voelt met alles wat er is. Met het moment, met de plek waar je bent, met de mensen met wie je bent of dat je alleen bent. En dat er even geen gedachten zijn of zo. Dat het even gewoon stil is en dat alles klopt. Volgens mij is dat wat geluk is. Volgend kaartje. Oké. Die zijn wel leuk, ja. Nou, weet je wat we pakken? Is de onderste. Even kijken. Wat waardeer je het meest aan je vrienden? Ja, de totale eerlijkheid en de openheid. En vooral dat de mensen, tenminste waar ik nu ook aan denk, ook al heel erg lang daardoor volgens mij in mijn leven zijn en blijven. Dat waardeer ik het eigenlijk het allermeeste in mijn vrienden. Wat is je favoriete karaktereigenschap? Misschien wel mijn incasseringsvermogen. Want die ontwikkelt zich ook nog steeds. Ja, andere dingen natuurlijk ook. Ja, incasseringsvermogen. Daar word ik steeds beter in. Wat kan jouw dag echt verpesten? Slecht eten. Ja, echt, je kan me niet chagrijnig krijgen dan met een hele slechte maaltijd. Dus ja, dat. Waarom wilde je dit boek schrijven? aanvankelijk wilde ik eigenlijk een serie schrijven van dit verhaal. Want ik ben scenario schrijver. En dat bleek eigenlijk een beetje onmogelijk, omdat het dan een hele dure grote productie zou worden. En ik wilde gewoon eens even helemaal zelf de baas zijn, zeg maar, van het verhaal. Met een boek ben je echt gewoon veel meer degene die alles in de hand heeft. En dat wilde ik heel erg graag doen. En er was de tijd voor, dus daarom dit boek. Stel je komt ermee weg, zou je een moord kunnen plegen? Nee. Of als ik ermee weg zou, nee. In mijn fantasie kan ik hele nare dingen doen. En ook hele... ook al is in conflict situaties iemand hele erge dingen toewensen, maar ik zou geen moord kunnen plegen. Nee, absoluut niet. Waarom heb je gekozen voor een thriller? Dat was het verhaal ook. Het verhaal gaat over iets in het bos. En mensen die in het dorp, in een klein dorpje aan het doordraaien zijn. Het verhaal leende zich voor een thriller. Dus moest het dat ook worden. Wat vind je het beste stuk uit jouw boek en waarom? In het midden van het boek zit een stuk waarbij de twee hoofdpersonages naar elkaar toe groeien. Ik denk dat ik dat het beste stuk vind. Ik heb dat stuk in IJsland geschreven. En ook in no time. Het stond heel snel op papier. En er is eigenlijk ook bij de redactie of bij het redigeren niet zo gek veel aan veranderd. Dus het stond er eigenlijk ook in één keer behoorlijk goed op. En daar ben ik nog steeds heel erg tevreden op. Als ik het op teruglees, dan ben ik daar echt blij mee. Wat voel ik als ik het... Ik vind het nog steeds... ik vind het nog steeds heel erg bijzonder. Ik heb hier 5 jaar aan gewerkt. Dit is gewoon te gek. Ja. En een goede voorkant.